Met je lul. Oh, die was zo nice. Gewoon erop en dan over, ja? Oké, 3, 2, 1. Spring. Wie zijn jullie precies? Oké, wij zijn team Athos. Team Athos? Ja. Uit Middelburg? Ja, ja. Bijna allemaal uit Middelburg? Ja. En we hebben zeg maar een YouTube kanaal en dan gaan we heel veel freerunnen en dan maken we allemaal video's en zo. Ja. Elke woensdag is het dan. Ja. Hey, maar even voor de mensen die dat niet kennen, freerunnen. Want 15 jaar geleden was er in Middelburg was er ook een hele groep die dat deed, freerunning. Maar het werd ook wel parkour genoemd. Kennen jullie dat woord ook parkour? Ja. Of is dat, ja? Ja. Is dat hetzelfde of is dat wat anders? Het is ongeveer hetzelfde, alleen de mening erachter is anders. Ja, nou, parkour is zeg maar meer gewoon zo snel mogelijk over obstakels heen. En freerun is ook met salto's en flips en zo. Dat is wat mooi. Dat probeer je wat mooier te doen. En parkour is gewoon zo snel mogelijk naar A naar B, zeg maar. Ja. En hoe heten jullie? Stel je eens voor. Ja. Wij zijn Team Athos. Wij freerunnen in Middelburg en in Vlissingen. Maar hoe heet jij? Ik heet Noah. Noah, en jij? Etienne. Timo. Marijn. En jullie kiezen wel, want dit is een beetje jullie favoriete spot. Hè? We zitten tussen de rechtbank en de bibliotheek in eigenlijk. Maar waarom is dit een goede plek? Omdat er zoveel van die relingen zijn ofzo? Ja, veel muurtjes. Dat is wel heel veel mogelijkheden. Ja, hier heb je eigenlijk al een jump. Ja, maar jij ziet nu deze muur en deze reling en... Ja. Ja. Doe maar eens wat moois, heren. Doe jij ook eens even een salto, Jan, of niet? Nee, doe ik niet. Dan ontploft hij, hoor. Ja. Dat is Jan. Ja, heb je allemaal wel... Je hebt wel allemaal van die competities en snelheid en zo. Dat is meer parkour. Ja. Oké. Okay. En als er nou andere gasten zijn die dit ook leuk vinden, mogen die zich bij jullie aansluiten? Ja. Of, ja, ze mogen meedoen, maar in het team is vol. Ja, het team is vol. Ja, maar waarom? Want doen jullie ook mee aan wedstrijden of zo dan? Maar er is wel een beetje dingen gebeurd wat niet zo handig was in het team. Ja. Waardoor iets te veel mensen en... Ja, maar het ja, was... ja. Ja, wij willen gewoon een beetje... We willen niet te groot team, zeg maar. Ja. Nee. Een beetje... Jullie zijn met z'n zessen, dus dat is ook echt het maximum normaal gesproken. Ja. Maar iedereen mag wel gewoon altijd met ons meedoen. Ja, met sowieso. Rennen, maar echt geen team niet. Nee, precies. Maar jullie doen eigenlijk toch ook allemaal afzonderlijke sprongen. Ik bedoel, jij doet weer andere dingen dan... Dat is waar. Ja. 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 Maar jullie zijn toch wel één unit. Ja, sowieso. Ja. Maar ik zag jou er net al, jij ziet de brug en jij denkt niet, ik ga over de brug, jij gaat onder de brug door naar de overkant. Dat is basic, dat is niet moeilijk. Nee. Maar ja. Je kan ook allemaal dingen aan elkaar maken, heb je zeg maar een lijn. Zo doe je allemaal dingen achter elkaar en dan film je dat. En dan eigenlijk heb je allemaal dingen en die stop je dan gewoon bij elkaar in de video. Ja. Hebben jullie dan zo'n GoPro op je hoofd ofzo? Of, ja, ja, ik heb een GoPro. Ja. Ik heb ook kan een GoPro. Hem wel halen. Ja. En worden die filmpjes goed bekeken op YouTube? Ja, best wel. Ja? Op Insta wel, zijn we wel groter dan op YouTube nu. We hebben nu bijna 7000 volgers. Oh, ja. Echt? Dat is echt best wel veel. Waar komen die mensen allemaal vandaan? Vooral uit Middelburg of overal? Overal. Oh, dat is wel cool. Ja. En zijn dat dan ook allemaal freerunners of is dat... Ik denk dat er de meeste wel freerunners zijn, ja. Maar je hebt ook een paar die vind ik gewoon leuk om naar te kijken.